Op 19 april kwam er definitief een einde aan het wijngoedproject Morren. Onlangs heeft het college van BNW besloten om bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de wijngaard nabij het Steekterpad te Oosterwolde. De wijngaard met wijnplanten bleek zonder omgevingsvergunning te zijn aangeplant en in strijd te zijn met het geldende bestemmingsplan buitengebied 2007. Dit hield in dat de wijngaard beëindigd moest worden. De gemeente constateerde dat de aanwezige wijnplanten op het perceel nauwelijks waarde hebben en dat de verkoop niet loont. De kosten van het rooien en verplanten zullen namelijk hoger zijn dan de opbrengsten. Daarom is ervoor gekozen om de wijnplanten te vernietigen. Maar voordat dit gebeurt, mochten de inwoners van de gemeente daarom op 19 april zelf de wijnplanten uitgraven en meenemen. Top, stonden ze hier op de goede plek? Voor de druif? Ja. Voor de druiven heb ik begrepen dat ze op een wat mindere plek stonden. Toch een beetje zure grond, maar... Hoe is de opkomst? Moet je omdraaien, dan zie je het wel. Hadden jullie dit verwacht? Ja, er zijn wel wat reacties tussendoor geweest, maar dat het nu al gelijk zo om 9 uur zo druk zou zijn, dat ik... Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar ik heb wel gezien, 80% van wat hier gehoord wordt, komt niks van terecht. Nee, toch niet? Waarom niet? Tijd is voorbij. Ja. Ja, het is eigenlijk te laat, hè? Het is te laat. Ja. En met er geen klooi aan hoopt. Die wortels, die... Is gelukt? Ja, ik heb hem in de tonnen. Het is een hele operatie. Ja. Ik denk, als je niet wil met de schuppen, dan maar met de grote schuppen met wielen eraan. Is het jammer dat het hier weggaat? Ja, het is jammer dat het project mislukt is, dat wel. Ja, hè? Ja. Maar als het toch niet wat wordt... Als zijn iedere Oldenbroeker er mag van meegenieten, is weer mooi meegenomen. Dat ja toch? Ja, ja. Het is er mooi weer bij. Een goede opkomst. Buiten is binnen? Ja. Hoeveel zijn het er? 5. 5. Hebben jullie een tuin die daarvoor geschikt is? Ja. Ja? En al een mooi plekje voor? Ja, dat denk ik wel. Dat moet wel te vinden wezen, ja. Ja. Is het lastig werk om ze eruit te krijgen? Nou, het onkruid is het lastigste. Het onkruid is het lastigste? Ja, het plakt zo mooi de grondzalen boven, hè? Ja, dat klopt, ja. Maar dus nee, de wortels zijn goed om uit te krijgen. Oké. Okay. Ja. Solaris is dit. Dat is een rooie druif. Hoe heet die? Solaris. Solaris. Oké. Okay. Het is in principe een goed ras voor Nederland. Dus, Ja, je moet toch wel speciale rassen hebben die bij onze temperaturen passen? Ja. En het is niet alleen winterse temperaturen, maar ook minder uren zon? De afrijp, tijd. Of... Ja, eerder rijp en zo, dat soort dingen allemaal. Eerder rijp? Ja. Ook meer bestand tegen allerlei ziektes en zo, dat soort dingen. Ja, dit. Gratis druif. Hoeveel neem je ermee? We worden 2 meenemen. Twee meenemen? Ja. Oké. Okay. Het is leuk. Leuk andere tak voor sport. Gewoon eens kijken wat je aan druiven kweek nog kunt doen. Worden er nog flesjes wijn van gemaakt? Of, Wie weet. Als de opbrengst goed is, we wachten even. Oké, dankjewel. We gaan mee naar de markt. Oh, we gaan mee naar de markt. De kans dat ze aanslaan, is die groot? Jawel, een beetje terugsnoeien. Kan dat nu nog? Ja hoor. Gaan ze niet bloeden? Nee, dat gaat wel. Nee, want ze krijgen dat wel opdoffer omdat er allemaal wortels kapot zijn. Dus ik kan beter wat terugsnoeien. Daar hebben ze nog meer aan ook. Zo, de oogst van dit jaar. Zo, nou mooi man. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 3 stuks. Zijn er 3? Ja. Ik was de eerste sponsor van Oosterwolde van deze wijngoed. Ja toch? Ja. Jammer dat het weggaat. Het is ontzettend zonde. Het was een hartstikke leuk project. Ja. En het doet me echt een beetje zeer. Want het idee was echt hartstikke leuk om gehandicapten en dergelijke hier te laten werken. En ook in de fruittuin. Ze wilden dat samen met de zorgboerderij doen. Ik vind het echt heel triest dat het project zo ten einde gaat. Wanneer is het ook alweer begonnen? Een jaar of 3 geleden? 2010. 2010 is het dan? Voor zover ik mij kan herinneren is 2010. Er is wijn van gemaakt? Er is wijn van gemaakt.
Heel weinig, maar er is wijn van gemaakt. Je kon ook een adoptie doen, dacht ik? Of je kon kon je leasen. En wij hebben dus 10 wijnstokken geleased als eerste ondernemer van Oosterwolde. En ja, heel jammer dat het op deze manier ten einde gaat. Want er waren dus ook bedrijven uit Nunspeet volgens mij, die ook hier geleased hebben. En helaas helemaal geen feedback meer van dus degene die dat toen de tijd gedaan hebben. Bent je geld kwijt? Je wijnstok niet in ieder geval. Mijn wijnstok nu niet. Dat wijnstok kan je natuurlijk ophalen nu. Precies, precies. Ja. Zijn er nog, stond het wijn goed hier? In het begin niet, maar ze hebben dus ook nog eens een keertje dus drainage gemaakt. Mm-hmm. Want hier, het was natuurlijk hier erg vochtig. Maar daarna, na de drainage, was het toch wel dat ze na een paar keer een redelijke oogst hebben gehad. Ze hebben natuurlijk ook pech gehad dat het een keertje dus, de hele oogst bevroren was. Maar uiteindelijk maar de drijven sloegen goed aan. Het de drijven sloegen in principe wel goed aan. Ja, ja. Ja, dus heel jammer. Nou, heel veel plezier nog. Dankjewel. Oké. Okay. En bedankt. Hey, fijne dag. Jo. Nou, denk je niet? Ik heb al een hele oude meneer gesproken die aan het spitten was, maar ik zie hier een hele jonge meneer die aan het spitten gaat. Ga je helpen? Ja? Ja, kijk eens papa. Zie je dat? Papa? Als ik jou film, moet ik even dit doen. Wil je wat vertellen, Manoah? Hoe vind je het? Vind je het mooi? Vind je het leuk om dit te doen? Ja? Nou, hoeveel heb je er al uitgehaald, Manoah? Weet ik niet. Weet je dat niet? Zo eens even gaan kijken. Laat me eens even zien. Zo. Zoveel, ja? Bijna 100, ik zie het. Nou, dan moeten we nog harder aan het werk. Hè. Als we 100 hebben, dan gaan we weer aan het werk. Je hebt er heel wat meegenomen. Ja. Kan je ze allemaal kwijt? Ja, we hebben net met de tuin achter helemaal leeg gemaakt. Dus we hebben alle ruimte ervoor. Oké. Okay. Ja. Wat ga je van de druiven maken? Wijn. Ga je er wijn van maken? Oké, okay. En de tijd dat jij groot bent, dan ga je ze lekker drinken. Ja.